Goedemorgen, het is de day after. Ik ben gisteren opgenomen in het ziekenhuis. Daar ga ik dadelijk uitgebreid over vertellen. Ik moet zo weer terug. Gaan ze even dingen onderzoeken en zo. Een gootje en bloed weer. Mijn kalium stond op 2,0. Nou, dat is extreem. Dus ik ga het zo met Roontje naar mijn richting ziekenhuis. En ik doe dadelijk even een slagje hoe bevat. Ja. Dus, we springen even van dinsdagochtend naar woensdagochtend. Ik begon met dinsdagochtend, dus het is nu, woensdagochtend begon ik. Het is nu donderdagochtend. Ik ga nog huilen ook. Gisteren ziekenhuis geweest. Gisterochtend moest me om 8:30 melden natuurlijk. Bloed geprikt. Echo gemaakt. Kalium was weer gestegen naar 3,0 gelukkig. De echo, ja, in beide nieren heb ik nierstenen. Waarvan eentje aan de wandel is gegaan. En die dus mijn ene nier op blaast, zet, weet ik veel. Pijnlijk. Heel pijnlijk. Gisteren overdag ging het wel. Ik had gisterochtend gelijk mijn zetpil ingenomen. De pijnstillers, nou, top. Gistermiddag begon de ellende gewoon weer. Weer dezelfde pijn. Nou, ik raakte totaal in paniek. Echt in paniek. Dus weer een zetpil genomen. Vannacht ook weer de pijn gehad. Plus mijn eigen pijn die ik normaliter heb. Dus ik vloog lichtelijk tegen de muur op. Ja. Shit dus. Ik moet zo weer naar het ziekenhuis toe. Ik moet naar de polyurologie. En dan kijken hoe of wat. Want ik moet wel plassen in koffiefilterzakjes. Hartstikke leuk. Voel me eigenlijk naar de Senseo koffiezetapparaat. Om eruit te krijgen, zeg maar. Ook met medicatie, maar dat gaat niet. Dus ja, dan gaan we kijken of we kunnen vergruizen. Of ja, anders doen ze het operatief. Dus ik heb nog even een weggetje te gaan. Joh, het kan er allemaal nog wel bij. Ja. Maar goed. Het zonnetje schijnt. Gisteren was het onwijs lekker weer. Ik heb er niet veel van kunnen genieten. Ik heb wel even in de tuin geslapen. Lekker. Maar ja. Dus het gaat even helemaal kut. Ja. Maar ja, het is donderdag. Het is bijna weekend. Thank God, thank God. Ik heb het weekend wel leuke dingen op de planning. En dan gaan we wat nieuws halen. Maar daar ga ik nu nog niks over zeggen. Nee. Ik ga de Ronald's cadeautjes zaterdag ophalen. En ja, hij gaat wel mee natuurlijk. Want ik moet helemaal van naar Vianen toe. Nou, ik kan niet alleen naar Vianen. Dus, maar ja, daar is zaterdag meer over. Dat zal ik wel gaan vloggen, ja. Dat is wel leuk. Ik ga me klaarmaken nu voor het ziekenhuis. En ik geef dadelijk nog een update. En dan ga ik het filmpje uploaden. En dan ja, is het weer een ouwehoervlog geworden, om het zomaar te zeggen. Ja, doei. Zo, zijn we er even. Het is inmiddels 4:30 of zo. Vanmorgen ziekenhuis geweest. Met mijn vriendinnetje Deborah Zalm van vroeger. Onwijs leuk om haar even te zien. Was leuk, schat. Dankjewel. Ik zie je snel. Niersteen van 6 mm die aan het zwerven is, die moet eruit en die gaan ze vergruizen volgende week woensdag. Flinke doos medicijnen meegekregen die ik 's morgens of nou ja, flinke zetpil voor 's morgens en dan in het ziekenhuis krijg ik een morfine lolly. Want het vergruizen zelf schijnt ook niet prettig te zijn. Dus. Ik heb weer een leuke date voor de boeg. Ondertussen gewoon mijn zetpillen innemen natuurlijk. Want je voelt elke keer de pijn opkomen. En dan. Ja. Zien we wel verder. En als die er dan uit is, dan. Gaan we kijken naar de rest.
Want in de andere nieren zitten natuurlijk ook allemaal steentjes. En die moeten er ook uit. Dus, maar dat komt later. We gaan eerst die grote weghalen, want dat is even de issue nu. En dan wil ik echt even rust. Echt even rust. Dus, ja. Nou, rustig dagje gehad verder. Ik wilde in de tuin zitten, maar ik vind het best nog wel fris eigenlijk. Dus ik heb lekker in huis gerommeld en heel even geslapen. En net even gegeten met de meiden. Ik zit nu van een bakje koffie. Stom, maar ik heb maar trek in koffie, koffie, koffie. En dan wacht op Mubi, maar die werkt nog iets later dan normaal vandaag. Doet hij zelf, want anders staat hij weer in die klote file. Dus. Nou, ver niet veel te melden eigenlijk. Nee. Nee. Ik ga het lekker chillen en met de meiden wat doen. Doei.